Gredel is een interactief zorginstrument, wat bedacht is om nieuwe vormen van contact mogelijk te maken voor mensen die lijden aan Alzheimer en dementie en hun omgeving. So the Gredel came about by research about, first of all, what engages them. So for instance, sound engages them. It triggers memories. En wat we ook zagen is dat mensen relatief weinig nog werden aangeraakt. En dat heeft ons gemotiveerd eigenlijk met die ingrediënten na te denken over een instrument wat dat misschien kan vergemakkelijken en op een andere manier toegang kan bieden. De reacties die we krijgen op de Gredel zijn gelukkig heel erg positief van gebruikers. In een enkel geval gebeurt het wel eens dat mensen heel afwachtend zijn in het begin. Maar we merken wel tijdens de demonstraties dat als ze het even geprobeerd hebben, daar eigenlijk heel positief op reageren. We zijn er niet op uit om mensen uiteindelijk bezig te houden met een apparaat. Dat apparaat staat echt ten dienste van het contact wat tussen mensen ontstaat. Je maakt op een hele bijzondere manier contact met elkaar. Het was voor mij al heel bijzonder. Ik kan me voorstellen dat het voor de bewoonster ook heel, heel bijzonder is. Wij denken daarbij na, maar zij doen en ervaren. Prachtig is tot stand gekomen in het kader van dementie.nl. Dat doen we samen met de partner PGGM. En daarin willen we andere mensen inspireren met prachtige initiatieven. En dat kan alles zijn. De Gredel is een heel mooi product. Wat ik echt gezien heb, is dat je mensen contact ziet maken. Dat je ze door aanraken, maar ook door de geluiden die je hoort. En dat is ontroerend en mooi. Ook soms als wat verder in de dementie echte gesprekken moeilijker zijn, is dit een heel mooi middel om contact te hebben en plezier te hebben. We zijn ontzettend vereerd eigenlijk dat we deze waardering toegekend hebben gekregen van Alzheimer Nederland en PGGM. We hebben ontzettend veel vertrouwen dat dit een goede steun in de rug is. Dus dankjewel Alzheimer Nederland en PGGM.